Hoi, mijn naam is Gerjan Schuurman en ik sta hier namens Downtown. Hier heb ik van Joby erbij gepakt de Breach. En hij is er weer, de Breach. Hij is even een paar jaar weg geweest. Teamrijder helaas ook weg, maar het board is weer terug. Omdat het gewoon wel een groot succes was. Het is een uniek board. Moet ik gewoon zo erover zeggen, dat is gewoon zo. Heel goed board. En ja, gewoon zo goed doordat hij zo uniek is eigenlijk een beetje. Het is een kabelboard. Je kan hem ook gewoon wel goed achter de boot gebruiken, doordat hij toch wel wat pittiger is. Hij heeft een hybrid core. Dus ja, hij heeft flex, maar hij heeft wel wat diepere groeven, diepere channels. Het is voornamelijk kabelboord. Je kan hem achter de boot gewoon ook goed gebruiken. Best pittig boord. Best wel een lijn die erin zit ook. Komt ook door die channels natuurlijk. Toch ietsje smaller. Goed om hard mee aan te snijden. En heel veel pop heeft hij. Nou, die pop die komt natuurlijk door zijn shape ook. Het is een 3-stage rocker. Wil zeggen dat hij vrij vlak loopt hier. En dan eigenlijk vrij abrupt ineens een nose en een tail krijgt hij omhoog lopen. Zorgt er gewoon voor dat hij heel erg makkelijk, heel erg hoog springt. Heel erg levendig, pittig aanvoelt. Wel een stukje agressiever, dus iets minder vriendelijk in zijn gevoel. Stijfheid werkt er natuurlijk ook aan mee. Hoe stijver zo'n board is, hoe makkelijker je hem eigenlijk hoog kan poppen. Hoe explosiever die ook gaat reageren. De kern, en dat is zeker uniek aan dit board. Het is namelijk nog een hybrid kern. Wordt niet heel veel meer gebruikt. Tegenwoordig gaan heel veel boards over op een volledige houten kern. Wat ik op zich wel jammer kan vinden. Omdat ik heb een aantal boards die gewoon absoluut favoriet van mij waren. Die hybrid waren. Dat geeft gewoon heel veel pop, heel veel directheid aan zo'n board. En ik vind het dus ook vet dat ze dit board er terug hebben gebracht. Omdat ik zie graag weer meer hybrid boards in de wakeboardlijn. Deels hout, deels foam zorgt ervoor dat hij wel gewoon lekker die flex krijgt. En dat foam dat houdt hem heel erg licht en heel erg poppy, heel erg direct als het ware. Toch dat hout ook stevigheid, flex. Leuke combinatie gewoon. Nou, dan de onderkant, waar natuurlijk al een hoop gebeurde wat ik net al vertelde. Zie je eigenlijk al meteen, hier zitten vrij veel channels in. Je hebt één, nou eigenlijk twee dus. Eén channel die helemaal van tip to tail loopt. Andere kant hetzelfde. En dan hebben we er nog eentje die hier puur in het midden loopt. Die in het midden zorgt voornamelijk voor stabiele landingen. Deze zorgt ook voor dat het water snel weg kan. Dus het maakt het bord lekker snel en geeft hem meer grip. Finnen zitten erin, kan je erin laten. Mocht je nou airtricks gaan doen op de baan bijvoorbeeld, of oefenen of nieuwe hoogtes proberen te halen, doe ze erin, die kan je ietsjes harder aansnijden. Achter de boot zou ik ze er ook lekker in laten. Als je veel obstakels gaat rijden, haal ze er lekker uit. Heb je ietsjes meer controle op de obstakels. Het is natuurlijk een hitbase en dat staat voor High Impact Technology. Wil zeggen dat jij gewoon keer op keer obstakels kan pakken en dat dat board jou niet laat zitten daarop. Een van de meest betrouwbare grindbase boards die er zijn, vind ik zelf, van Joby. Die heeft gewoon een hele betrouwbare grindbase. Dan nog over de onderkant zien we hier eigenlijk een soort rail tracker erin zitten. Een soort U-vormig uitloopje. En dat zorgt ervoor dat als jij een rail hierin plaatst, dat die hem er als het ware een beetje tussenin gaat houden. Kan je makkelijk een nose press doen, makkelijk een tail press, zonder dat het board helemaal heen en weer gaat schieten. Maakt het dus gewoon leuker om te doen en zorgt ervoor dat jij meer kan gaan proberen op die rails ook. De zijkant heeft een ABS sidewall. Wil zeggen dat die een soort uretine zijkantje heeft. Zodat als je hem ergens pronkelijk tegenaan mocht tikken, dat hij als het ware wat in kan veren en weer terugkomt naar zijn oude vorm. En dat hij niet kapot springt direct. Zorgt er gewoon voor dat je wat langer lol kan houden op het board. Zoals je al hoort, best een uniek board dit. Zeker door die kern ook. Zeker ook door die channels. Werkt gewoon ontzettend goed. En mocht je er meer over willen weten, kom dan even langs bij ons in de winkel. Dan vertellen we er graag meer over. Als dat niet kan, kijk dan bij ons op de website downtown.nl. Dit is de Joby Breach.